De manier waarop Ad vanavond zijn enthousiasme heeft overgebracht op het publiek, op onze horeca-ondernemers, onze retail-ondernemers, dat zijn volgens mij handvatten waarmee iedere ondernemer zelf in hun winkel weer verder kan en ervoor kan zorgen dat de relatie met hun klanten, dat die beter wordt, vastgehouden wordt, wat hopelijk leidt tot aanzienlijk meer omzet. En dat is het doel dat wij vanavond hebben namens de Rabobank. Hoe ga je morgen anders met klanten om? Hoe ga je zometeen tijdens de borrel anders met een ander om? Want dat weten we al, oogcontact, hart richten, houding spiegelen, biertje in je handen, proosten en dan gaat er wat gebeuren. Het verhaal van Ad. Blijf bij jezelf. Stel je open naar je klant. Zorg dat je connectie maakt met je klant. Het begindeel was met name theorie. En we sloten af met een fantastisch blij gevoel. En hoe moeten we voelen? Hoe kunnen we dat overbrengen naar onze klant om uiteindelijk die omzet te verhogen? Fantastisch, dankjewel. Dus als je wilt dat morgen anders is dan gisteren, dus je wilt morgen dat je meer omzet gaat maken dan gisteren, dan moet je dus vandaag wat veranderen.